Hallo, op de valreep dan nog even een Halloween letsel, wond, make-up, hoe je het noemen wil. Ik ga een derde oog maken en daarvoor gebruik ik een drakenoog dit keer. Voor weefsel heb ik de Scarbex van Grimas, vrij nieuw product. Om uit te strijken de vaseline. Afpoederen met transparant poeder. Ik gebruik Superstar bloed onder andere en de bloedpasta van Grimas. Poederen met kwast. En voor wat extra kleur heb ik de Meron Rouge Wheel. En vergeet de spatel niet. Goed, een derde oog ga ik wel plaatsen. Zoals gezegd, een drakenoog. Je begint ermee, een klein beetje van de wax op de plaats waar je het oog wil plaatsen. In dit geval midden op het voorhoofd. Hoeft allemaal niet netjes. Je neemt je oog en plaats deze op de wax. Vervolgens nemen we wat meer wax. Ik maak er een rolletje van. Die plat ik af. En dan kan je heel voorzichtig de randen uit gaan werken met een beetje vaseline. Als je besluit nog wat meer weefsel te gaan gebruiken, dep hem even goed af tot de vaseline goed weg is. Anders blijf je weefsel zo slecht plakken. Dankjewel dat jullie naar mijn video's kijken. Willen jullie nog meer van dit soort video's zien? Klik dan op de abonneren button van YouTube. Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer ik een nieuwe online zet? Klik dan op het belicoontje. Verder heb ik altijd weer de vraag, willen jullie nog bepaalde letsels zien? Schrijf dat dan in de commentaren. Als je weefsel er goed op zit, en het is Halloween, dus het mag een beetje minder goed weggewerkt zijn. Het mag eruit zien alsof het echt uit je hoofd komt groeien ter plekke. Kan je je wond aan gaan maken. En dan met een vochtig doekje het oog
Even schoonmaken. En vervolgens gaan we hem afpoederen. Ik ga nu naar Meron Beroesring. Ik zie draken als rood, dus ik gebruik rood als ondergrond. Daarvoor heb ik hem nu dus ook feitelijk afgepoederd. Anders blijft de griem niet zo makkelijk zitten. Ik heb nu zowel rood als heel donkerblauw gebruikt uit het Meron Beroeswiel. En vervolgens ga ik over op de Grimas bloedpasta. En ik breng daar in de scheuren een klein beetje van aan. Ook hier mocht er toch per ongeluk weer wat op het oog komen. Geen probleem. Gewoon met een vochtig doekje weghalen. Wil je nou heel precies werken met zo'n vochtig doekje? Doe hem dan om je spatel even heen. Dan heb je een heel klein oppervlak waar je mee kan werken. En vervolgens kan je naar je dunne bloed om het helemaal af te maken.